Hoi, ik ben Annika en ik werk in de bibliotheek. Mijn leestip is Toontelligen met Misschien wisten zij alles. Toontelligen schrijft dierenverhalen, hele korte dierenverhalen. Ze zijn eigenlijk maximaal zo 1 à 2 pagina's. En de dierenverhalen gaan over de dieren die allemaal in het bos leven. Dus ze komen elkaar ook vaak tegen. En alle dieren hebben eigenlijk echt een eigen karakter. Zo heb je een olifant die heel erg houdt van in bomen klimmen. Maar hij is heel onhandig, dus hij valt heel vaak uit. En hij houdt ook heel erg van dansen. En je hebt de eekhoorn en de mier. En die zijn eigenlijk altijd bij elkaar. Die zijn hele goede vrienden van elkaar. En dan heb je ook nog de egel. En de egel is heel erg eenzaam. Die heeft eigenlijk geen vrienden en is altijd alleen in zijn huis. En dan gaat hij plantjes maken over hoe hij misschien mensen kan uitnodigen. Of dat hij wel vrienden kan maken. Maar uiteindelijk mislukt het meestal. Maar je leert de dieren dus heel goed kennen in deze verhalen. En dat vind ik heel erg leuk. Wat ook leuk is aan Toontellig is dat hij boeken schrijft voor kinderen vanaf groep 4. Tot en met volwassenen. En dat zijn eigenlijk allemaal deze dierenverhalen. Dus deze vind je vanaf de kinderboeken tot en met de volwassenen. En dit is een heel dik boek. 313 verhalen zitten hierin. Maar als je dit boek nou veel te dik vindt, Toon schrijft ook dunne boekjes. Kijk, hier zitten ook allemaal van die dierenverhalen in. Dus zo kun je voor iedere leeftijd een mooi boek uitkiezen van Toon over de dierenverhalen. En ze zijn heel erg leuk om even te lezen voordat je naar bed gaat. Even een kort verhaaltje, of meerdere natuurlijk, als je het leuk vindt. Maar ze zijn ook heel erg geschikt om voor te lezen. Dus bij iedere leeftijdscategorie vind je boeken van Toontelligen. En dat is echt mijn leestip.